Gelegd. Goita kan zomaar uithalen. Oh, daar had hij weer bijna een beetje geluk. Want de bal week daar nog even af. Toch ook niet goed opgelet. Als je nu één man in de gaten moet houden, dan is het toch Goita. Sjokker, komt hij nog bij de bal? Zeker. Slommel, niet goed weggekopt. Zairo Leslam. Goed, hard, over de grond getrapt. En toch ook weer niet goed weggewerkt daar bij Leuven door Slommel. Ito mag het ook doen, met ruimte. Tweede zone. Godal. Oh, die moet er toch in. Dat weet hij ook, de kapitein van Sint-Truiden. Nu toch al een paar goede saves gedaan heeft. Kijk naar Godal. Nou, moet misschien een heel klein beetje met zijn hoofd terug. Maar zo is het. Eerste zone, makkelijk. Leijsen duwt in hoekschop. Steukers, hier is hij al als winger. De voorzet, daar is Kaya. Geweldige save van Tobe Leijsen. Van Ito. Een even goede voorzet. Maar Goita. Komt hij tot een schot? Jawel. En nu zit Leijsen er alweer tussen. Een tijdje. Maar kijk eens, wat een schot toch alweer. En weer tussen de palen hoor. Goh. Goita. Daar is hij weer. Maar dat gaat niet lukken. Verstandig. Ito. Yamamoto, buitenspel denk ik. Nee, niet aangegeven. En daar is Rein van Elden er heel dichtbij. En hier nog eens van Elden. En Leijsen, 77 minuten, echt onhoudbaar. Nu dan, nee, Leijsen. Hij pakt ze gewoon allemaal. Hij pakt ze gewoon allemaal. Daar is van Elden. Kopbal te centraal en de rebound voor Smets ook niet goed gericht. Breed, dat is goed. De Lors durft hij. Hij durft. En even. Loste hij de bal. Nee. Jazeker, de voorzet is er. Kopt er iemand? Nee. Goita dan. Naar het centrum. Kan hij trappen? Oh, Tobe Leijsen. Tobe Leijsen. Wat een weergaloze wedstrijd. En ja, hij is geweldig. Er is nauwelijks een gaatje. En toch doet hij het weer. En hij pakt hem opnieuw.